Ik ben Jeanette Heijnen van Zorgondersteuning Noord-Holland en wij werken voor de eerste lijnzorg. En vandaag heb ik een kleine schakel gemist tussen de verbinding tussen zorg en welzijn. En wat ik belangrijk zou vinden voor de regionale sociale agenda van de provincie is vooral aandacht te hebben voor de integrale aanpak tussen de eerste lijnzorg. En dan praat ik over huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en andere eerste lijnsberoepsgroepen. En welzijnspartijen in het veld en dan met name gericht op zorg en welzijn aanpakken in de buurt of in de eigen wijk. En daarbij is heel belangrijk dat vertrouwen tussen partijen een rol speelt. En als je goed samenwerkt tussen zorg en welzijn, ga ik er echt van uit dat het ook een hele grote preventieve werking heeft, waardoor op langere termijn kosten bespaard worden. Dus dat was mijn punt in deze workshop.